elke dag gaat het over het coronavirus. En misschien heb jij een van de persconferenties ook wel geluisterd. En ja, waar het dan over gaat is het coronavaccin. Iedereen kijkt er naar uit. Je zou bijna vergeten dat het bijna kerst is. En ik heb hier het kerstevangelie vanuit Lucas 2 voor me. Eigenlijk gebeurt daar een beetje hetzelfde. Dat begint heel groot met Augustus die heel de wereld wil laten beschrijven. Je leest over allemaal belangrijke dingen en ik stel me zo voor dat de mensen van toen het daar met elkaar over gehad hebben. En het eindigt heel klein. De geboorte van Jezus. En het lijkt wel alsof niemand het doorheeft. Terwijl dat zo belangrijk is. Het belangrijkste punt in de wereldgeschiedenis. De geboorte van Gods Zoon. En is dat vandaag eigenlijk niet precies hetzelfde? Iedereen is druk met het coronavirus. Wat kunnen we eigenlijk met kerst? Kunnen we nog bij elkaar komen? Maar we vergeten bijna dat het kerstfeest wordt. En dat het gaat over de komst van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En wat heeft dat jou te zeggen? En als je dan kijkt in het evangelie van Lucas, dan zie je dat al die mensen het niet merken dat de Heer Jezus geboren is, behalve de herders. En weer van het grote beeld van Augustus naar een paar herders. Wie kent ze eigenlijk? Maar aan hen in de rust, in de stilte van de nacht, wordt het bekendgemaakt. Voor jullie is de zaligmaker geboren. En die rust, die stilte, die wens ik je van harte toe bij dit kerstfeest.